Samen met de woningstichting Hellendoorn hebben we deze drie nul op de meter woningen, zogenaamde NOM-woningen, als pilot ontwikkeld. Om te kijken van hoe kun je nu drie woningen zodanig isoleren en installaties toevoegen dat deze woningen per saldo geen energierekening hebben. Dus net zoveel energie opwekken dan dat het benodigd is. De woningen zijn aan de voor- en achterkant voorzien van zonnepanelen. 12, 32 panelen per woning. Die zorgen met elkaar voor de energieopwekking. Nou, het unieke van dit project is dat deze woningen inmiddels geen gasaansluiting meer hebben. Deze woningen zijn zogenaamd all-electric. Dat betekent dat alle energie wordt opgewekt door de zonnepanelen en middels een warmtepomp omgezet wordt naar luchtverwarming. Nou, het binnenklimaat, sinds dat de radiatoren weg zijn, hebben we gedacht van je krijgt echt droge lucht in huis, maar dat valt er enorm mee. Je hebt nou gewoon de gaten in de muur waar de warmte uitkomt en dat was in het begin even wennen. Maar als je er één keer aan gewend bent, is ideaal. De woning is ingemeten met een 3D-scanner en daarvan is een BIM-model gemaakt. En van daaruit zijn alle elementen geproduceerd in de fabriek. Het zijn allemaal houtskletbouwelementen en prefab-elementen op het dak. De woningen hebben als het ware een nieuwe warme jas gekregen. Ze zijn van buiten helemaal ingepakt en ze hebben, zijn helemaal luchtdicht gemaakt. En daardoor verbruiken ze veel minder energie. De bewoners zijn 4 weken uitverhuisd. Die hebben tijdelijk in een vakantiepark gewoond, zodat wij hier onze werkzaamheden uit konden voeren. Je ziet elke keer dat je dus komt, zie je wel vooruitgang. Ja, en de voorkant zit erin en de achterkant zit erin en dat gaat met dak precies hetzelfde. Het gaat in wezen te snel. Voor ons wel. Maar eigenlijk aan de ene kant niet snel genoeg, want die wil toch wel graag naar huis toe. Nou, naast bouwen hebben wij ook de hele engineering ter hand genomen. Dat betekent dat we het complete ontwerp gemaakt hebben, ook op installatietechnisch gebied, bouwvergunningen aangevraagd hebben. Dus in die zin ook de woningstichting compleet ontzorgd.